Bij het muziek maken hebben we niet alleen noten, maar we hebben ook rusten. En even kijken of mij dit lukt. Het zijn zogenaamde blokjes. Dat is de langste. Die hangt aan de vierde lijn. Dan heet de hele rust. En duurt natuurlijk ook vier tellen, net als de noten. En dan heb je er eentje, die lijkt wel een beetje op. Alleen, hetzelfde blokje ligt dan op de derde lijn. En dat is dan een halve rust. En net als de noten, duurt die ook twee tellen. Ik ga met het volgende filmpje verder met de volgende rusten.